Vorig seizoen ook een vaste waarde bij de U20 van Wesley Sonck. Het is outdoor met de voorzet. Goeie bal. En dan blijft hij hangen. En dan moet Pender zijn eerste keer ingrijpen. De rebound van Lende Smet. Dat was een dribbelkont Puurson. Terugleggen. Voorzet Klaas glijdt ook weg. Maar dan valt die bal goed voor Mirisola. En is er de spreidstand nodig van Axel de Korte. Wat een kans. We gaan hem nu toch voor doel zwiepen. De lijn bij Jong Genk in overtal. Maar dan komt die bal er toch door tegen de paal. En dan in de rebound binnen. Het is 0-1 voor Club Next. De vlag die blijft naar beneden. En dan is het een van de broertjes, de Smet. Die hem heeft binnengetrapt. Het is Liam, denk ik, die heeft gescoord. Van Club Next. Het doet hem deugd, dat vooral. Kijk, hier Fouro. En dan tegen de paal. Penders die misrekende zich daar een klein beetje op. En dan lag de weg open voor Liam de Smet. Met het makkelijkste doelpunt uit zijn carrière. Het wordt ongetwijfeld de rechter van Thomas Klaas. Daar komt hij. Klaas gaat het meteen doen. Maar Axel de Korte. En dus de laatste weken vaak op de bank mogen zitten van Thorsten Vink. Wacht wel nog op zijn grote debuut. Het is een goede voorzet ondertussen. Lazard ook daar weer op voor tijdens. Zo blijft de belegering toch een klein beetje duren. Klaas. Ah, kon naar Akpan. Binnendoor. Maar hij kiest. Zelfs met de bal weg. Nu in de 16. Da Costa voorzet. Lazard terugkoppen. Klaas uit alle geweldige goal. Nee. Voor de lijn. Die bal botst voor de lijn. Die was er nooit over. En dan stormen ze naar de grensrechter en krijgt hij ook geel, Klaas. Ja, ik begrijp het enthousiasme, maar ik denk dat die bal niet over de lijn was. We gaan het nog een keer moeten zien. Geen doelpunt. Lijn vol ook in alle staten hier voor de catacombe. We gaan het hier kunnen zien. Het was in ieder geval een schicht van formaat. Ah, zo duidelijk is het toch niet. Nou, die bal moet natuurlijk met zijn volledige kromming over die doellijn. Ja, dat is... Want wij gaan rusten. Maar de Beukelaar maakt er een einde aan deze eerste helft. 0-1 voor Club Next. Dit in het minst bij Robin Mirisola. Lanceert hier Wilson da Costa op snelheid de 16. En de kap is goed van da Costa. En de goal! Oh, geweldig doelpunt van Wilson da Costa. Heerlijke goal. Jong Genk heeft wel geteld 1 minuut en 15 seconden nodig gehad in deze tweede helft om opnieuw op gelijke hoogte te komen. Springt uit zijn vel. Anders beoordeeld door de Beukelaar, nog niet gedaan. Klaas zoekende. Waar naartoe? Trappen maar. Klaas, goede poging tegen de paal. Opnieuw het doel houdt. Of heeft Lintouw door? Iets in petto. Wordt een voorzet en een goeie. En daar de goal. Nee, Bender slaat hem uit zijn doel. Poh. Daar dook er weer. Een derde Smetsops. En het was weer Liam, denk ik. Hier is hij. Akpan. Uithalen maar Akpan. En dan slecht verwerkt door de Korte. En Mirisola. Wat laat hij hier vandaag allemaal liggen? Mirisola, je hebt ermee te doen. Die Italiaanse handgebaartjes heeft hij onder de knie. Mocht niet ingrijpen in Ludjense. En dan de voorzet is goed. Penders niet, daar de goal. Daar is de 1-2. De vlag blijft naar beneden. En Benjamin Farraas kopt Club Next op. Niet veel gescheeld. Of het zouden zelfs 3 punten geworden zijn, maar het worden er 0. Want de Beukelaar maakt er nu een einde aan Club Next. Na een 1-6 opnieuw aangeknoopt met de overwinning. Belangrijke 3 punten toch op het veld van Jong Genk.